Mij is kunstenaar het ontspanning. En tegenwoordig gaat hij steeds minder, ook dat hij naar buiten wil. En dan hier een paar schilderijen. En die, prachtig, ja. Ik schilderde altijd van dat ik, ja, voor ontspanning, maar ik ben dan weg uit de wereld. Dat was het voor mij. Ik ben even helemaal van de wereld weg als ik aan het schilderen ben. En dat ontdekte een keer, want ik zat in een keer in een schildergroep, gewoon allemaal collega's onder elkaar en hadden ergens een klaslokaal, weet je wel, anders stonden ezels. En ik was zo in dat schilderij, ik liep achteruit en ik wist gewoon niet meer dat er iets achter mij stond. Dus ik klapte zo over twee stoelen heen en dat ik gewoon geen bewustzijn meer had. Ja. Ik was alleen met dat schilderij bezig en toen heb ik dus geleerd, oké, dus zover kan ik van de wereld zijn als ik aan het schilderen ben. En voor mij is het echt wel een soort basisbehoefte. Als ik een tijdje niet geschilderd heb, dan gaat het kriebelen. En ik heb dus nu het voordeel dat ik in het huis waar ons gezin groot geworden is, woon ik nu in mijn eentje. Dus ik heb gewoon een atelier. En daar staat een schilderzezel en daar moet altijd een doek op staan. Als daar niks op staat, dan voel ik me ook niet lekker, weet je wel. Dus ik moet altijd met een doek bezig zijn. En als net een doek af is, vind ik het altijd weer lastig. Dan zet ik gewoon een doek erop wat nog niet klaar is, waar ik helemaal niet mee bezig ben. Maar gewoon het feit dat daar iets moet staan, gewoon. Ja. En dat, ja, dat is voor mij, dus is inmiddels veel meer dan een ontspanning. En ik probeer ook juist ook weer spiritualiteit in die doeken te krijgen. Ja.